allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Suzanne en je kan me ook vinden onder Suzy's Craftery op Instagram. En je kan een link naar mijn account in de videobeschrijving onderaan de video vinden. En mocht je mijn video's dan leuk vinden, vergeet ze niet te liken en abonneer je dan ook gelijk even op mijn kanaal. Dat kun je doen door op de abonneerknop onderaan de video te drukken. En druk dan ook gelijk even op belletje, want dan krijg je elke keer als ik een nieuwe video plaats een notificatie en mis je dus niks meer van mijn video's. Deze keer een lange video, denk ik. We gaan het zien. Want ik wil twee dingen doen. Ik wil namelijk jullie op verzoek van jullie laten zien hoe mijn embossingmachine werkt. En als ik dan toch geëmbost heb, wil ik ook met de Distress Spray Stains en Mica Stains de uitgestanste dingetjes gaan kleuren. Dus twee dingen, de instructie van de embossingmachine en de spray stains en mica stains. Als eerste de embossingmachine. Jullie zagen het net al even. Ik heb de Sizzix Big Shot Foldaway. Je hebt van Sizzix heel veel verschillende soorten apparaten. Ik heb voor deze gekozen omdat je die in kan klappen. En ja, in verband met de ruimte die ik heb, vond ik dat heel fijn. Je hebt ook andere merken. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld eentje van Vase Creative. Eigenlijk snijdt die net zo goed. Dus het is een beetje wat zelf je budget is en wat je zelf wil met je machine. Ik wil u vooral vandaag laten zien wat je met zo'n embossingmachine kan. En of dat nou per se deze is of een andere. Dat is volgens mij een beetje om het even. Volgens mij doen ze allemaal een beetje hetzelfde. Wat er bij deze machine nog zit, ik laat het vallen, zijn de snijplaten. Ik laat deze zo meteen uitgebreid zien tijdens het embossen en snijden. Dus ik laat ze nu gewoon even zo zien. Dit zit dan in het pakket als je het koopt. Er zitten ook een blokje met papiertjes in. Wat thin lids. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gebruikt. Vilt. Want je kan er dus ook vilt en stofjes mee snijden. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar het schijnt dus te kunnen. Ik heb er wel filmpjes van gezien. Als je gewoon van Sizzix het filmpje zelf bekijkt, dan doen ze voor hoe het gesneden wordt. Stofjes. En een Sizzix Bigs snijplaat. Ik vroeg me eerst altijd af, wat is, zijn die Bigs nou precies? Wat het is, plastic omhulsel. En dit is zeg maar van het foam. En als je goed kijkt, even kijken naar het licht, dan zie je dat hier bijvoorbeeld een hartje zit, uitgesneden. En volgens mij, althans dat denk ik dat dat de techniek is, wordt dit ingedrukt tijdens het snijden, zodat dit zo helemaal zo plat wordt. En dat er dan de mesjes uitkomen en dat het dan van onderen gesneden wordt. Ik heb alleen maar deze die bij het pakket zat. Ik heb verder geen andere gekocht. Wat ik verder nog meer heb, die ga ik zo meteen ook allemaal uitgebreid laten zien. Dit wil ik gaan doen met jullie. Ik heb een embossing folder, een impress lid en thin lids. Dus ik zou zeggen, ik ga mijn camera even anders neerleggen en dan laat ik jullie zien hoe de embossingmachine werkt. En vervolgens ga ik met jullie verven met de spray stains. Veel kijkplezier! Dit is dus mijn embossingapparaat. Ik heb hem even op zijn kant gelegd, zodat jullie hem nog even goed van de voorkant kunnen zien. En ook zien hoe groot hij is. Want natuurlijk is dat altijd wat lastig te beoordelen van een filmpje. En je klapt hem dus eerst uit. Je hebt hier een knopje, die druk je in. En daarmee klap je de hendel open. Deze klap je open. En die klik je vast. En hij is klaar voor gebruik. Zo makkelijk is het eigenlijk. Wat ook nog fijn is aan deze is, er zit hier nog opbergruimte aan beide kanten. Die kant ook. En hier kun je dus nog spulletjes in doen. Bijvoorbeeld thin lids of wat je ook nodig hebt voor het embossen of snijden. Kun je daarin bewaren. Misschien handig als je bij iemand anders wil gaan knutselen en je spulletjes mee wil nemen. Dit zijn dan de platen die erbij zitten.
zijn twee van die plastic platen. Wat je ziet is, deze is al best wel beschadigd. Ik heb hem natuurlijk ook al best wel vaak al gebruikt. Hier ontkom je eigenlijk niet aan. Dit is gewoon wat er gebeurt. Het komt echt door die malletjes die dan toch dat plastic raken. En nou, ze zijn te vervangen. Je kan weer nieuwe kopen. Maar nou ja, het ziet er vooral niet zo mooi uit. Maar het doet het nog prima. Er zit een thin die adapter bij. Nou, en zoals je ziet staat op die adapters precies wat je waarvoor moet doen. Dus deze gebruik je voor de thin lids. Ik zal dat straks met de thin lids nog verder toelichten. En dit is de basisplaat, de standaard platform. En hier staat dus ook precies op wat je waarvoor moet gebruiken. Dus het wijst zich eigenlijk echt helemaal voor zich. Mijn moeder heeft dus een apparaat van Vase & Creative. Wat ik het voordeel van die vind is dat ze een magnetische plaat heeft. Dus dat de thin lids ook op een plek blijven liggen. Dat heeft deze niet. Die kun je er wel bij kopen. Die kost geloof ik 30 euro. Wat nog best wel een uitgave is natuurlijk. Wat ik doe als ik bang ben dat iets gaat verplaatsen, is dat ik het vastplak met washi tape. Dat kan ook. Dan de verschillende dingen. Nou, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Dan leg ik het gewoon gaandeweg uit. Dit is de emboss folder. En die ziet er eigenlijk zo uit. Het is een ding wat je open kan klappen. En ja, hier zit dan het relief in. Ik heb een papiertje. Ik heb mixed media papier van Ranger. Je kan natuurlijk elke soort karton gebruiken als het maar een beetje stevig is. En die doe je ertussen. En dan kijk je op de plaat wat je nodig hebt. Nou ja, ik weet al dat je deze niet nodig hebt. Kijk, want als je hier kijkt naar de embossing 3D textured impressions, dan zie je dat je deze plaat moet gebruiken, die grijze plaat. De embossing folder met papier tussen en één plastic plaatje erbovenop. Dus eentje erbovenop. Dus ik heb dan de grijze plaat, de embossing folder en deze erbovenop. Wat ik zelf altijd doe is dat ik het een beetje naar het midden leg in plaats van helemaal aan de rand waar ik wil beginnen met snijden. Omdat anders die platen een beetje zo gaan staan tijdens het snijden. Ik kan het wel even laten zien. Zo klinkt het natuurlijk een beetje vaag. Dat die goed recht zit. Yes. Kijk, want als je hem aan de rand doet, je gaat snijden. Kijk, dan krijgt hem er al eerst niet goed in. En hij gaat hier helemaal open, waardoor je eigenlijk niet zoveel grip hebt. Als je wat meer naar het midden legt, dan duw ik die plaat altijd nog een beetje naar beneden. Het beginnetje is altijd een beetje lastig. Maar als die eenmaal er doorheen zit, dan gaat het eigenlijk heel makkelijk. Dan heb je hem ook zo erheen gerold. Zo. En nog eentje. Dus dit is de embossing folder. Je hebt ze natuurlijk allerlei verschillende vormpjes. Ik heb deze. Ik vond die heel leuk met die blaadjes voor de herfst. Dan gaan we verder met deze. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Dit zijn impress lids. En deze zijn dan van blaadjes. En als je hem openvouwt, dan zie je dat je hier de blaadjes hebt. Zeg maar wat het embost. En dit is dan de die cut. Dus het snijmalletje. Dus hij snijdt en hij embost in één. Langs het randje. Yes. Nou, dan ga ik kijken. Ik weet al, ik heb hier een beetje voor moeten zoeken eerlijk gezegd, omdat er geen impress lid op staat. Het lijkt alsof je die emboss lid, dat het is. Maar dat is het niet, dan wordt die sandwich eigenlijk te dik. Dus ik weet dat ik de embossing manier moet gebruiken. Dus ik doe deze plaat weer, deze erop en dan die.
Ik leg hem ook in het midden. Wel, dat papier moet dus niet uitsteken, want dan krijg ik hem niet goed doorheen. Soms even een beetje zoeken hoor, met rechtleggen. Zeker als ik zo het zo sta te doen. Zo. Het begin is altijd weer even lastig, maar als je er eenmaal door zit. En wat je kan doen is dat je nog een keer terug gaat. Dat vind ik met deze vind ik dat wel fijn. Dan snijdt hij hem echt goed uit. Oeps. En kijk hoe cool. Dan heb je dus van deze blaadjes. Super gaaf. Dan heb ik dit papier nog over. Ik ga deze even aan de kant leggen. Dat kan ik straks allemaal netjes op. Want ik wil nog heel graag de thin lids gebruiken. Nou, voor de thin lids weet ik, heb ik eigenlijk alles nodig. Hier staat op, je hebt dan de grijze plaat nodig. Dus deze bodemplaat, deze plaat en dan een plastic plaat, de die, papier en nog een plaat erbovenop. Hier geeft hij aan dat je eerst de plaat moet neerleggen. Dan het snijmalletje met de snijkant naar boven. Daar de papier bovenop en dan die plaat. Ik vind dat zelf niet zo handig omdat ik dan niet zie waar mijn snijmal ten opzichte van papier is. Dus ik draai het om. Maar ja, uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit, denk ik. Dus ik leg deze neer. Die erbovenop. Nee. Ik doe wel altijd de beschadigde. Deze is het meest beschadigd. Doe ik dan onderop. Zodat je altijd in dezelfde zit te snijden. Dus dan heb je nog één mooie plaat en één, wat minder mooie. Er zitten vijf van die dingetjes in. Waar ik het eerder over had met zo'n magnetische plaat, is natuurlijk heel handig als deze, die plakken er dan echt zo klik op vast. Dat vind ik aan die van mijn moeder, van Vase Creative, echt super handig. Je kan hier dus ook een magnetische plaat bij kopen, maar ik weet nog niet of ik die 30 euro een overweging waard vind. Je kan het dus vastplakken met washi tape, als je bang bent dat ze gaan verplaatsen. Of als je iets met een bepaald patroon hebt wat je echt heel precies wil hebben, dan kan je dat natuurlijk ook of met washi tape vastplakken of dan met zo'n magnetische plaat. Ik leg hem er heel voorzichtig op. Je moet dus wel goed voor zorgen dat het niet overlapt, want anders maak je een malletje stuk. En dan haal je hem er doorheen. Ik druk hem hier aan de onderkant echt wel goed aan. Dat het niet gaat verplaatsen. Het voordeel is wel van deze één keer erdoorheen halen is wel voldoende. Dan heb je hem al goed uitgesneden. Zo. En zo heb je dan, deze is al losgelaten. Nou, deze zit er dan nog in. Wat je doet om het eruit te halen, deze laat al los zie ik, dus dat is makkelijk. Alleen die er nog zo even uithalen. Kijk, hier zitten dus nog dingetjes in. Hier aan de achterkant zitten gaatjes. Je kan een duur prikkertje kopen van Sizzix zelf. Ik heb gewoon een CT-prikker. En daarmee druk je door die gaatjes heen. En dan druk je zo die dingetjes eruit. En dan is die schoon. En met deze ook. Ik doe hem gewoon zo alles aandrukken met je. Oeps. En klaar. Nou, zo doe je ze dus allemaal. Deze is dan losgelaten. Die zit alleen nog zo'n ding. Dus wel eventjes een werkje om dit weer schoon te krijgen. Of. Die is ook al schoon, dat is toch mooi. Ik zeg net dat het een werkje is. Die zit er nog in die kleine. Vooral die kleine
dingetjes wil altijd nog op papieren blijven zitten. Mocht het nou vastzitten, wat ik dan altijd doe, deze zit ook wel een beetje los, zie ik. Ik ga dan in zo'n gaatje en dan zie je dat hij hier loskomt. En dan kun je zo je vinger erachter zetten en het eruit trekken. En deze is ook al schoon. Nou, het is een makkelijke vandaag. Gisteravond had ik er meer moeite mee. Normaal doe ik dit altijd boven een prullenbak. Maar nu voor de video doe ik het hier. Ze geeft natuurlijk best wel een zooitje, al die hele kleine losse friemelpapiertjes. Zo, nou ik heb ze allemaal uitgesneden. Alle papiertjes eruit gedrukt. Als je nou bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook zo'n malletje waarmee je deze maakt. Nou, als daar die dingen zo in zitten, is het natuurlijk echt super veel werk om dat zo allemaal uit te steken. Daar heb je ook nog een toeltje voor. Dat is een soort van rubberen matje met een rollertje. En dan, ja, als je daar dan overheen rolt, ik heb dat zelf nog niet, dan gaan al die dingen er automatisch uit. Maar voor deze doe ik het gewoon altijd zo. Op zich is het ook niet zo extreem veel werk. Ik ga dit even opruimen. Zo, nu heb ik alles uitgesneden. Nou, zijn misschien sommige van jullie nog geïnteresseerd in die bigs? Deze. Nou, voor de bigs, dat staat in de gebruiksaanwijzing hoe je die moet gebruiken. Je moet dan zo'n plastic plaat, deze leg je erop. Dan leg je je afbeelding erbovenop. Deze erbovenop. Ik ben ook wel benieuwd. Ik heb deze nog nooit gebruikt. Hoe dat dan gaat. Gaat er heel makkelijk doorheen. Dat ging echt super makkelijk. Die rolde er echt zo doorheen. En dan heb je dus dit. Nou ja, weten jullie in ieder geval hoe de Bix werkt? En ik ook. Ik ga eventjes het apparaat opruimen en dan pak ik alle spraystains erbij en dan gaan we lekker sprayen met de spraystains. Oké, dit zijn dus de uitgesneden en geëmboste papiertjes. Deze zit natuurlijk nog zo'n rand omheen, dus die ga ik er eerst van afsnijden. Zo, nu hebben we alles uitgesneden en zijn we klaar om te gaan verven. En ik wil vandaag gaan verven met de Distress Spray Stain. En van de sprayverven heb je de Spray Stain en de Spray Oxide. En eigenlijk is hetzelfde verschil als tussen de Distress Ink Pad en de Oxide Pad. Eigenlijk is de Spray Stain een vloeibare Distress Ink Pad en de Distress Oxide de vloeibare versie van de Distress Oxide. Hier zie je ook het verschil tussen de ink en de oxide. Je ziet ook dat duidelijk in de oxide een laagje zitten. En dat is het pigment wat in die verf zit. Je zou het als het ware kunnen vergelijken met als je bijvoorbeeld een kast gaat verven met het verschil tussen bijts en een dekkende lak. Een bijts is doorzichtig en transparant, net zoals de spraysteen. En in een dekkende lak zitten stofjes die ervoor zorgen dat het dekkend is. En zo kun je ook je keuze baseren of je nou kiest voor de spraysteen of inkpad of de oxide. De spraysteen, dan krijg je wat helderdere, wat fellere kleuren. En bij de oxide, omdat daar dus die partikeltjes in zitten, krijg je een wat zachter effect met een wat meer kalkachtige finish. En hij is dus ook dekkend, waardoor die ook beter te zien is op gekleurd papier. En intussen ben ik ook de mica steen aan het schudden. En de mica steen, dat is eigenlijk hetzelfde als de Distress Spray steen. Dus dat is een transparante, inktachtige verfstof.
Maar daar zit mica in. En dat zijn die glittertjes die zorgen voor zo'n glanzende finish. Maar deze is dus ook altijd wel transparant. Dus deze kan je niet dekkend aanbrengen. Dus dat is wel goed om daar rekening mee te houden. Als je bijvoorbeeld een gekleurde achtergrond hebt waar je overheen sprayt met deze spray. Dan hebben we om te sprayen nog een doos nodig. Dit is gewoon een doos van een oude bestelling die ik aan de voorkant heb opengeknipt. Je hebt er ook wel eentje van Ranger, een Distress Splatterbox heet die geloof ik. Maar ik vond het een beetje zonde om daar iets van 7 of 8 euro voor uit te geven. Terwijl ik doos in overvloed heb. En zo komt afval dan toch nog een beetje goed terecht. Ik heb onderin een oud blaadje liggen of een klappapiertje. En daar leg ik de uitgestanste blaadjes op. Ik spray de eerste altijd direct in de doos, maar ik merk dat het toch fijner is om een blaadje ter bescherming te gebruiken. Omdat anders die hele doos zo onder de inkt en de spray komt te zitten. Dan hebben we nog een heat tool nodig. Ik heb er eentje van Ranger. En eigenlijk kan je niet zonder als je met natte technieken werkt. Dus als je met verfspray werkt of met water op je aangebrachte inkt of oxide van je ink- of oxidepads. Dan is een heat tool echt heel erg handig. Het is eigenlijk een soort van klein föntje, maar er komt alleen wel echt hele hete lucht uit. Dus die zorgt dat je verf lekker snel droogt. Om te beginnen maak ik met een watermister de blaadjes nat. Dat zorgt ervoor als je de blaadjes eerst nat maakt, voordat je spraysteen aanbrengt, dat de verf wat mooier uitloopt en wat mooier in elkaar overvloeit. Als je dat niet zou doen, dus als je papier niet van tevoren nat zou maken met wat water, dan krijg je wat geconcentreerdere vlekken waar je de verf spreekt. Kan ook mooi zijn als dat het effect is wat je graag wil. Maar in dit geval wil ik dus graag dat de kleuren mooi in elkaar overlopen. En kies ik er dus voor om van tevoren het papier eerst nat te maken voordat ik verf aanbreng. Ik begin met de kleur Wild Honey. En ik breng gewoon her en der wat verf aan. En vervolgens pak ik de Aged Mahogany. Dat is een wat donkerrode kleur. Je ziet, die is gelijk al best wel heftig. Dus wees ook voorzichtig met de donkere kleuren. Want zoals ik al zei, is de spraysteen transparant. Dus als je eenmaal op donker hebt aangebracht, dan krijg je er geen licht meer overheen. Omdat dat donker, dat zal er altijd doorheen blijven schijnen. Nou, tussen het rood en het geel doe ik nog een beetje oranje van de Rusty Hinge. En ik heb nog wat Forest Moss. En dat is een groen tint. En zo, als ik zo naar de natuur kijk, dan zie ik altijd dat die blaadjes altijd een beetje gele, groene, rood zijn. Dus dat wil ik ook een beetje nabootsen op deze blaadjes. En je ziet, ik breng gewoon her en der wat spray aan. En ik ga net zo lang door totdat ik denk van, dat vind ik mooi genoeg. En dan ga ik eerst drogen. En ik kijk daarna of ik nog wat meer laagjes aan wil brengen. Maar je moet altijd tussen de laagjes wel goed drogen. Want anders, als je alles maar over elkaar heen blijft sprayen, dan krijg je op een gegeven moment een soort van mengeling van alle kleuren door elkaar. En krijg je niet die mooie contrasten die eigenlijk zo mooi zijn als je wel die laagjes aanbrengt. En wat ook nog leuk is, als de verf dat droog is, is om wat spettetjes aan te brengen. Ik doe dat in dit geval met die groene Forest Moss. En dat kun je doen door in plaats van de spreeknop helemaal in één keer in te drukken, om het heel langzaam gecontroleerd te doen. En dan komen er dus kleine druppeltjes uit. Nou, en die droog ik weer met de heat tool. En zo zie je hoe gaaf deze blaadjes geworden zijn. Ik vind het altijd zo mooi als ik met die verfsprays werk. Ik vind het effect echt super mooi. Ik zie dat ik daar nog wat wittig heb. Ik ga kijken of ik dat nog bij moet sprayen. Maar ik ga het eerst nog wat nat sprayen met water. Zodat jullie ook kunnen zien wat het effect is als je het gedroogd hebt. Weer nat maakt met water en het dan weer opnieuw droogt. Want dan gaat de inkt namelijk reageren op water. Want dat is eigenlijk het distress effect van de distress ink en de oxide. Is dat het dus reageert op water. Dat is eigenlijk het hele idee achter deze inkt. En je ziet ook als ik het droog, dat het een beetje vlekkerig wordt. Ik vergelijk het nog even met het blaadje waarbij ik het nog niet heb gedaan. Dan zie je echt goed het verschil. Ik vind dat zo gaaf.
Dat vind ik echt het allermooiste aan de Distress Ink. Buiten dat de kleuren natuurlijk ook echt super mooi zijn. Ik vind dat effect vind ik zo cool. Nou, ik ben op de andere blaadjes toch nog een beetje Wild Honey aan, de gelige kleur. Om de wittige plekjes op die blaadjes nog een beetje weg te werken. En vervolgens spreek ik die blaadjes ook helemaal weer nat met water, om ook dat distress effect te krijgen. En die droog vervolgens ook weer na. En je kan tijdens het drogen ook nog bijsprayen met water. Nou ja, zodat je ofwel verf wat meer in elkaar over kan laten lopen als het nog nat is. Of toch nog wat meer dat distress effect te creëren. En zo ga je eigenlijk net zo lang door totdat je tevreden bent. En ik vind het zelf persoonlijk ook altijd nog heel erg leuk om wat vlekjes te creëren. Dus ik heb nog wat forest moss gepakt. En ik druk dan weer heel langzaam dat sprayknopje in en dan krijg je dus weer die vlekjes. Ja, ik vind het zelf persoonlijk altijd hartstikke leuk. Het hoeft natuurlijk niet. Maar ja, het is net wat je zelf mooi vindt. En dat droogt dan ook weer na met de heat tool. En kijk hoe cool ze zijn geworden. Ik vind het zo gaaf. Echt dat effect met die spray stains, ik vind dat zo mooi. En zie ook dat achtergrondpapier, dat is ook echt helemaal gaaf geworden. Dus je kan ook heel leuk met die spray stains, of met de spray oxides, met een malletje erop, dit soort effecten creëren. Nou, dan gaan we nu verder met de 3D blaadjes en daarvoor ga ik de mica stains gebruiken. En ik spray daarvoor eerst de blaadjes weer nat met water en vervolgens breng ik eerst de gele kleur aan. Ik heb de Halloween set, set 1 en 2 van de mica stains. En ik gebruik dan de gele, de oranje en de groene kleur eruit. Ik zal de precieze namen nog even in de videobeschrijving zetten. En nog een beetje bruin. En ik doe gewoon op elk blad dat er een beetje van elke kleur terugkomt. En ik droog het vervolgens weer met de heat tool. En vervolgens breng ik er nog een beetje met de rodige kleur. Weer door heel zachtjes op dat knopje te drukken. Weer wat druppeltjes aan. Dat kan dus ook met de mica stain zoals je ziet. Dan krijg je ook die leuke vlekjes op de blaadjes. En je ziet die mica stain die glimt ook echt prachtig. Helemaal niet overweldigend, maar het is net zo'n hele mooie glans. Nou, als laatste gaan we het geëmboste papier kleuren. Ik heb dat ook eerst nat gesprayd met water. En omdat ik heel graag deze, nou ja, denk ik, wil gebruiken als achtergrond voor met de blaadjes, kies ik ervoor om wat, nou ja, rustigere kleuren te gebruiken. Dus ik gebruik de kleuren Antiek Linnen, Rusty Hinge, Tea-Dye. En ik breng net zo lang kleur aan totdat ik tevreden ben. En daaroverheen breng ik nog wat mica stain aan in de kleuren Empty Tomb. Dat is die donkere kleur die ik nu opspray. En Crooked Broomstick, dat is een wat bruinere kleur. En wat gaaf is, is dat je de ondergrond er gewoon nog doorheen ziet. Dus dat je die kleuren van de Rusty Hinge en de Antiek Linnen er ook gewoon nog doorheen ziet. Ik vind dat zo'n gaaf effect zo. En ik vind ook dat met die glans van de mica stain, dat geëmboste nog beter tot z'n recht komt. Ik merk dat als je het gewoon eroverheen spreekt met die spraysteen, dat het geëmbost een beetje weg lijkt te vallen of zo. Maar misschien gaat het ook wel beter als ik eerst het papier verf en dan embos. Maar dat heb ik dus nog niet geprobeerd. Maar dat ga ik denk nog wel een keertje doen om te kijken wat het verschil is. En inmiddels ben ik aan mijn tweede velletje begonnen, want ik had twee velletjes geëmbost. Ik weet namelijk nog niet zo goed wat ik wil gaan maken. Ik wil dit sowieso gaan gebruiken voor mijn oktober cover spread. Maar ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Ik dacht, ik maak gewoon twee velletjes en die kleur ik ook allebei. En ik heb deze nog wat rustiger gehouden. Dus ik heb tea-dye gebruikt en de antiek linnen. En ik gebruik dan alleen de Crooked Broomstick als mica stain. En dan heb je een iets lichtere kleur. Maar ik vind ze allebei super gaaf geworden zo. Ik vind het eigenlijk heel gaaf met die mica stain zo over die spraysteen heen. En dat je dan zo die kleuren er nog een beetje doorheen ziet. En met die felle kleurtjes van de blaadjes erop. Ik vind het echt een heel gaaf effect zo geworden. Nou, we zijn klaar met sprayen dus. Ik ruim de doos op en ik pak de blaadjes er weer bij. En nu gaan we de laatste hand leggen voor de finishing touch.
Ik heb daarvoor de Distress Ink gepakt in de kleur Ground Espresso. En ik ga om elk blaadje breng ik een randje aan met de Ground Espresso. En wat je dan krijgt is een donker randje eromheen. En ik vind dat echt het blaadje afmaken. Het is echt een beetje zo'n laatste omlijsting nog om het blaadje heen, wat echt dat mooie contrast geeft. En het hoeft natuurlijk niet, hè. Als je zegt van nou, ik vind dat helemaal niet mooi, dan kan het natuurlijk ook zonder. Maar ik vind het persoonlijk, ja, het blaadje echt afmaken. En kijk hoe gaaf het is geworden, zeker zo met die achtergrond en die kleuren, die ja, komen echt zo mooi tot hun recht. Nou, het was een filmpje vol technieken en nou ja, ik heb jullie natuurlijk het embossingapparaat laten zien en laten zien hoe je werkt met de spraystains. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken en als jullie vragen hebben, laat het gerust in de comments weten. Ik wil jullie in ieder geval ook bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!